Mijl op 7 tussen Assen en Meppel. Veel Drenthe en een klein beetje het oosten van Friesland in. Een lang kanaal, een lange toren, bos, weiland, heide en stilte en aardige mensen. Alleen op stap is ook niet alles, dus op zoek naar een assistente. De advertentie in de plaatselijke kranten bracht ons in contact met, jawel, twee dames. En voor je het weet is het zover, voor één van de twee tenminste. Een week mee op stap in de microbus. Ik kwam de vrouw ophalen voor een week. Oh, is dit al zover? Ja. Kijk eens aan. Nou, ik zal er even roepen. Kom Hallo. Ja hoor. Kort. Ja? Ja. Nou, wanneer moeten we de eten klaar hebben? Nou, zie maar. Oké. Zo. Tjus. Ja, jongens. Ja. Deze week, hè? Ook zo, hè? Je ja. Best. Nou, jongens, bye. Bye. Ga mama doen. Come to me somehow. I love you. Nou, daar gaan we maar. Op weg naar Wapserveen. Dames en heren, ik zal u eerst de veilcondities bekendmaken. Die zijn als volgt. De goederen worden verkocht in de staat en de toestand waarin zij zich heden bevinden. De verkoper staat niet in voor enig gebrek, hetzij zichtbaar of onzichtbaar. De goederen komen dadelijk na de toeslag voor rekening en risico van de kopers. Zij moeten op de dag van de verkoop voor des middags 6 uur uit en van het perceel midden 47 te Wapserveen worden verwijderd, met uitzondering van het hooi en stro, het welk moet zijn geruimd uiterlijk op donderdag 25 maart 1976, en de voordroogkuil welke moet zijn geruimd uiterlijk 30 april 1976. Het een en ander behoudens nader met verkoper overeen te komen tijdstip. De betaling van de kooppenningen moet dadelijk... Ziet er nog een beetje goed uit? Oh, het is nieuw geweest, hè? Ah. Het is nieuw geweest, ja. Hoeveel moet dat ding nog opleveren, eigenlijk? Ja. Dat moet je maar afwachten, hè. Wat geeft u ervoor? Ja, wat geeft u ervoor? Dat is nog de vraag. Het is niet modern meer, want ik wil maar zeggen, ik heb geen trekker voor, hè. Hm. Het is allemaal paardenwerk, het is tegenwoordig allemaal ja, trekkers, hè, mechanisatie, dus ja. Wat zoekt u hier? Nou, kopie, hè? Ja, ja. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 2040. En dat is voor, hè? Boy, waar vandaan? Boy, Dingelo. Krijgen we koe nummer 6, aardje 54, 2400, 2300 vast. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2300.
2200 vast. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2200. Ja? 2700 vast. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2600. 2500 vast. 2600 vast is het hoor. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2600. 2500 vast. 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10, 2500. Gaat u dat nou niet aan het hart? Al die koeien weg en zo? Ja, denk ik eraan. Ja. Maar ja, weer gezond even van uw man, hè? Ja. Ja. Wat gaat u nu doen? We gaan nu in Burgerwoningen. We gaan in Burgerwoningen naar huilen. Ja. Nog een paar dagen of hoe lang zit hier nog? We blijven hier al in het 10 april. Ja. We moeten eerst de stal nog schoon maken. Ja. We kunnen maar zo niet weggaan. Ja. Drie hond. Meer drie hond. Ja, vier. Ja, de vier. Je moest ze direct aannemen, jongens. Ja, vandaag dan kook je alles voor de vol. Direct aannemen, hè. Hoeveel ervoor, jongens? Knaak, wie meer? Drie gul. Wie meer dan drie? Drie en half. Vier, twee aan bad. Vijf. Zes. Meer zes. Zeven gulden hier. Acht. Meer acht. Niemand? Dijkstra, achter. Dijkstra vernoemd hoor. 50 gulden, dat is. Van de Veenheuvelde. Van de Veenheuvelde. Johan. Je gelukt. Ja, dat dacht ik. 50 gulden. Mooi waren kracht. Dan willen ze 17,5 gulden. Ik wil 17,5. Iedere kop erop. Die werd eruit. Ja, maar jongen, ben je een kandelaar? Nee, jongen. Ik ben maar zo'n domme kerel. Wat doet u er nou mee met die troep? Troep? Blik hem deze antiek, hoor. Zo van kalk, kalk. Nee, een turfschaven. Oh nee, kolenschaven, hè? Ja, ja. Een kip. Als hij niet in de kavel kan, kun je hem afschaven zo. Wat is antiek, jongen. Wat ga je ermee doen? Verkopen weer? Nee, mooi opschilderen. Mooi matvat en mooie lakken en dan op een schastien, hè? Ja. Dan moet hij zo. Ik weet niet wat het is, maar ik kan het nog even gebruiken. Nou, de patroon. Jongen, ik zeg met de baby. Ja, maar gewoon. Nou, kom maar hiermee. Hiermee? Nou, geef maar een kraak. Geef maar een kraak. Ik heb maar weer kraak terug. Ik dacht aan de burger in de meest die koopt die voor het tassel, wat dat gaat hij niet. Valt u niet zwaar, het afscheid nemen van het boerenleven? Ja, zeker. Ja? Je giet er al een slapeloze nacht vanaf. Ja. Waarom houdt u ermee op? Mevrouw, ik heb voor 5 uur al een hart aan gehad en ik kan de spoorwerk niet meer doen. Nee. En mevrouw, ik heb nu deze winter 5 weken in ziekenhuis geweest met 14 dagen onderbreking. En dat is mevrouw alleen. Voor het bedrijf die heeft de hele winter van november af het werk moeten doen met de bedrijfsverzorger. Maar dan is het wel zo alleen was ze nooit, want we hebben hier een beste streek op afgezien, een goede buren, ze heeft nooit alleen. Ze heeft veel hulp en steun aan de buren had, en ook niet vergeten aan de familie. Mm. Daar wil ik ze hier allemaal een hartelijk dank voor zijn. En ja, zou ik verder van zeggen. Wordt niet veel boerderijen verkocht? Ja. En dan aan westerlingen ook, voor tweede huisjes? Ja, je bent er wel voor hoor. Vindt u dat niet vervelend? Die vreemden ertussen? Ja. Het mooie giet weg, jongens. Ja. Zal ik maar vertellen. Het mooie giet wat weg en de inspraak van de boeren die gaat ook weg. Want die als hier komen, de burgers, die hebben... Ik ben beter bespraakt als hè, en die kring de functie met de. Ja. Zo komt het. En de gezelligheid voor de een van die mensen die bemuid er ook niet met. Nee, enkel bent er. Het streekverband, dat wordt er niet mooier dan. Voor jou, jongen, dan gewoon je benaderen en proten en dit en dat. Maar nu wij er van die lui zitten, jongen, dat is allemaal voet. Ja. Dat wordt anders natuurlijk. Jammer. Al het mooie gaat weg, zeggen ze. Maar wie er oog voor heeft, vindt het nog wel.
Op weg naar het Oostfriese Wold, Makkinga. Een vertimmerde boerderij waar ze op de tenen op de planken staan. Oh, je wou erin, hè? Zo, pa. Nou, Sherry. Goed zo. Zullen we beginnen? Ja. Zet hem maar gelijk voor de deur. Ja, die moet even zo liggen. Ja, eventjes mee zo. Kan wel even in het dak, maar. Ben je zenuwachtig? Verschrikkelijk. Ja. Altijd. Altijd. Dag, wie ben je? Praat niet tegen me, tot ik er vanaf val. Pak mijn gekke pop even aan, wil je? Ik geloof niet dat ik langer kan blijven staan, hè? Nee, raak me niet aan. Je mag me niet helpen. Ik moet het helemaal zelf doen. Is het een moeilijk stuk? Het is een erg moeilijk stuk, ja. Ik weet niet waarom ik zo zenuwachtig ben. Zie je die watertank daar? Ja. Daar ben ik helemaal begonnen. Stop even, niet te snel hoor. Je rafelt er wat af, hè? Ja, maar. Zie je die watertank daar? Ja. Daar ben ik helemaal begonnen. Het is het verste stuk dat ik ooit heb gedaan. Zonder erbij te vallen. Oep, daar ga ik. Oh. Au. Waarom dit stuk? Ja, dat is een moeilijke vraag. Of ergens is het niet een moeilijke vraag. We spelen altijd stukken die publiek gericht zijn. En het is voor ons een uitdaging om zo'n stuk te spelen. We moeten op onze tenen staan, hè? Ik heb geen tijd voor onervaren mensen. Ik ga nu uit met mannen, met goede salarissen. Je gelooft me niet, hè? Nee, ik geloof dat je een aardig eindje staat weg te fantaseren. Nou, als ik dat zou willen, dan zou ik het je kunnen bewijzen. Maar je bent het gewoon niet waard om je te overtuigen. Ik ga voor een lange, hele lange tijd net zo leven als mijn zuster. En als ik dan longontsteking krijg, dan zal ik net zo doodgaan als haar. Waarschijnlijk niet met violen, maar wel met mijn palen oorbellen en mijn zwaargouden ringen aan uit Memphis. Ja? En dan geloof ik dat iemand anders al mijn vriendjes zal erven. Ja? De lucht is wit, hè? Zo wit als een schoon vel papier. Ja, de lucht is wit. Ik ga nu terug. Dag. Dag. You are the only star. We hebben nou één stukje gezien, maar de hele avond wordt nog toneel gespeeld verder. Ja, en morgenavond ook nog, maar dan in Helslo. Kijk, het is zo, meneer Alberda en ik die zitten hier in de culturele raad en voor het toneel. En we hebben hier in de 13 dorpen zo'n 11 toneelverenigingen. Nou, die 11 toneelverenigingen die spelen elk jaar voor hun eigen gezellige gemeenschap. Dat moet natuurlijk zijn een gezellige klucht, want de mensen willen uit, de mensen willen lachen. Nou hebben we gezegd, jongens, dan gaan we vanuit de culturele raad een landjuweel organiseren. Waarop de verenigingen meedoen, die krijgen daar ook geld voor. En het hoofddoel zou dan zijn dat ze elkaar in de eerste plaats ontmoeten. De spelers gezellig onderling, pilsje pakken. En in de tweede plaats dat ze ook eens even op de tenen gingen staan. Dus een stukje spelen van niveau. Of dat eruit komt, het is nou het tweede jaar dat we het spelen. Of dat eruit komt, dat is een tweede. Vond je dit? Ja, dat zijn wij niet gewend. Nee. Bij ons op dorp niet. Nee. Begrijp je het een beetje? Nou, ik zeg het is fantasie. Of niet? Er zijn toch ook toneelgroepen die zelf bij voorkeur kluchten spelen? Ja, dat is zo. Nou, dat is dan die jaarlijkse dorpsuitvoering. Hè? Mm. Maar verder komen ze eigenlijk niet. Vorig jaar hebben we een cursus georganiseerd, hoe noem je dat met een mooi woord? Dramatische expressie. Ja, dat was hartstikke leuk. En toen ontdekte iedereen eigenlijk van verrek, ik kan ook nog veel meer doen met mijn lichaam en met mijn stem en met mijn mogelijkheden. En dat komt er nu wel uit. Ja, jullie! Vonden jullie het stuk? Ik vond het hartstikke goed, ja. Je hebt niet gelachen?
Ik heb af en toe soms een beetje. Vind je dat het toneelstuk moet zijn om te lachen? Of niet? Nee. Kon je een beetje verplaatsen in dat meisje op het toneel? Ja, de manier waarop ze speelde wel. En u? Nou, ik vind het toneel is wel wat het is. Het kan me ook niet zoveel schelen als het maar leuk is. Dit vond u niet leuk? Nou ja, waarom niet? Het toneel spelen op zich is ook wel leuk. Ja. Maar het stuk vind ik zo belangrijk. Dat gezegde van we moeten kunnen lachen, daar moeten de toneelspelers zich gewoon niks van aantrekken. Het gaat om hun plezier en het gaat erom dat zij elkaar weer eens ontmoeten. En wat mij betreft gastrollen gaan uitwisselen met elkaar. Want ze zijn veel te geïsoleerd bezig samen. Je hebt het nou vanavond heb je dat als amateur gedaan. Maar zou je nou wel het grote toneel op willen? Volledige beroeps? Ik zou het wel eens willen proberen, maar ik weet het niet. Als ik nou een impresario ben en ik vind jou goed en ik zeg nou tegen je van ga maar mee bij de Haagse Comedie, heb ik een post open, laat je dan je café in de steek en dan ga je mee. Waarschijnlijk wel, ja. Ja. Hallo. Woont u hier? Ja. Woont u hier? Ja. Allang? Ja. Gaat u elk jaar ergens anders staan? Of staat u hier al jaren? Ik sta hier al niet. Ja? Wat doet u zo? Hier? De hele dag in het hok zitten? Nee. Dat moet ik in het hok doen. Ja. Maar wat doet u dan? Dan ga ik pitten. Mooi hoor. Alleen zie ik? Ja. Ja? Dat mag zomaar. Waar? Hier staan en wonen. Ja. Mooi. Is dit stukje ook van u zo? Nee, nee, nee. Dit is van mijn grootvader geweest. Vroeger. Kopen er wel meer mensen zo aan? Nee. Ja. Maar ze kennen hem hier allemaal wel, in de buurt. Of stroop je ook wel of zo? Nee, nee, nee. Nee? Ik ben gek met dieren, moet je dat ook nog doorslaan? Nee. Heb je hier een dier? Een hond of zo? Kan... Nee, die is me overleden. Ja? Dat al nou wel. Ja. Geen nieuwe genomen? Nee. Nou. Wilt u nog wel eens een nieuwe die hond? Die was van mijn moeder. Wat bedoel je? U hebt in de Rotterdam gezeten. Ja. Kunnen we het vaak nog een beetje nou? Of, Ja. Wat maakt u nu? Ritten, zool, wiegen, alles. Voor de fabriek of zomaar zelf? Voor de fabriek. Die rietvlecht fabrieken, die zijn bezet? Of weet u dan ja, niet? Ja, maar ze zijn weer begonnen. Oh. Hier van Nabal bedoel ik. Ja, en in Noordwold ook een paar? Ja, maar ze zijn nu weer aan de gang. Oh. Wat was nou het probleem dan? Ja, ik weet het niet hoor. Ik ben een rare rommel. Vroeger viel, werd er niet gestaakt. Vroeger? Oh, naar harder. Naar harder? Ja, heb je ook gestaakt? Jazeker. Ja? Vertelt u daar eens wat van? Wat wil je? Kunt u daar nou wat van vertellen? Van dat staken? Ja, de baas moest hem toegeven. Daar ging het om. Ja, u hebt gewonnen. Ja. Zo'n rat zeeuwen hij toe. Ja. En nu hij nog groter rat zo. Ja. Ja, ik ben het er niet mee eens. Ach, ga weg met die banden. Het is een bende. Ja? Geloof me maar. Nou, we gaan weg dan in die bende. Ja. Ja. Kun je er ook niet veel aan doen? Wel, nee.
Tot ziens maar, Eris. Het beste, hoor. Dat vind ik erg mooi. Ja. Heb je nog vroeger ook op zo'n clubje gezeten? Zo'n accordeonclub? Ik heb nog nooit op een accordeonclub gezeten. Nee? God, ik kan zelf geen accordeon spelen, maar ik durf dat best aan. Wat speel je zelf dan? Ik speel zelf tuba. Het is veel te vlak, hè? Veel te vlak. We spelen allemaal da-da-da-da. Ja, daar zijn we nog niet helemaal aan toe, maar laten we eens proberen, hè? Da-da-da-da-ra-da-da-da-ra-pa-pam. Ja, en een beetje aan die dynamiek en zo. Let maar eens iets meer op mij dan. Vooraan. 1, 2. Thuis. Nee, ik repeteer tussen de morgen en ik repeteer hier één keer in de week en dat is woensdag soms. Hoe repeteer je dan thuis? Overdag met name, hè. Zo dring je op? 2-1-2, dit is het. Ja, we dringen. Ik heb het nog niet verleerd, hè? Niks zo, hè. En dan gaan we hem zenden. Ga je hem zenden. Mooi werk anders, hè? Ja. Ik vind het een mooi werk. Ja, hoop, denk erop. Straks niet meer uit. Bam, bam, bam. Wat lichter, hè? Tang, tang, tang. Ja, vooraan. 1, 2. Ik had er vroeger nog niet aan het voelen. Of kan er niet uit? Zijn we deur nog een paar keer de bak? Hoe vaak doen jullie nou zoiets? Nou, 3 keer, 4 middag in de week. Als het goed weer is. Als het goed weer is, alle middag. Ja, goed weer, alle middag. Nou, zondag. Zondag niet. Zondag niet. Nou, een paar zijn nog al, dan gaan we zondag naar de kerk toe. Jan, we liggen hier. Ja. We zijn er bijna tegen. Ja. Zeg, waarom doe je dat nou? Waarom doe je dat nou? Dat is Sandy. Dat komt Sandy weer vinden.
Er ligt nu niet meer aan, ligt het blad. Dan liggen de dennen aan. En dan schoon voor. Ja. Maak hem mooi schoon, hè? Ja. We binnen gewoon in Saint-Cuir en dan gien hem uit. Goedemorgen. Ik moet rijden. Thijs! Ja. Hey, hoi Thijs. Nee, dat moet ik gooien, hè. Dan kun je niet wat meteen is. Nee, dan hier op. Het is altijd geen prijs, hè? Die doet het wel. Nee, ook niet. Ook niet? Mis. Mis gegokt. Kaas gooien we. Ook mis. Ho, ho. Helemaal mis. Ja. Oh, nee, dat gaat niks, joh. Ja, dat kan gebeuren. Hé, bijna. Hé, Gijs. Hij moet de René over. Ja, dat komt hier. Precies. Ja. Wester. Doei. Uitstervend spel. Voorlopig nog bijna iedere dag gespeeld, totdat met de tijd ook in deze streek van Bekkensnijders het einde der tijden zal worden aangekondigd. Ik ben hier in het land van de Bekkensnijders van vroeger, hè? Dus we zullen toch even deze snijpartij nog eventjes meemaken, hè? Ja. Nu gaat het open. Nu gaat het open. Die dame komt eerst. Fijn, dank u wel. Meneer Mannenke. Mooi, dank u. Daar staat meneer Mannenke. U bent erg kerkelijk. Ja, en ik ben in tijd van de oorlog, na alles wat ik beleefd had, toen heb ik een gebed gedaan en gedankt aan de Heer voor zo'n grote uitredding. En toen dit huis hier verwoest is door de storm, toen stond ik hier en alles vloog in het rond, die goot eraf, die koepel eraf. En toen waren die beide bovenaan, daar zo weg toe kwam de volle storm zo naar binnen. En alles vloog hier rond, de papieren boven en die lamp en die potten stonden te waggelen. En toen, ik stond daar binnen in te sedderen en ik op een zeker moment, toen de storm zo'n geweldige kracht kreeg, hè, van die rukwind, hè, toen heb ik gezegd, waarom, Heer? En toen kwam daar een antwoord op. Dit is het teken van de grote verwoesting die komen zal over dit geslacht. Dat is tegen u gezegd? Dat is tegen mij gezegd hier. En toen kwam bij mij alles zo tot rust, als zou de hele wereld in duigen gaan, dat had mij niks meer gedaan. Is niet zo? Huh? Komen we deze tegen? Wat is dat? Dat is abrikozenwijn. Abrikozenwijn. Doe je dat al jarenlang zo? Dat doe ik al jarenlang zo, ja. Allen en een iegelijk die hier binnentreedt, wordt vergast op zulke gemixte bal. Ja, ja. Is dat uw eigen recept? Dat is mijn eigen recept. Ja. Ja, dus er is op dit ogenblik een ontwikkeling in de wereld waarin de mensheid in staat is om deze wereld vele malen te vernietigen. En het is nu de vraag of de staatslieden de zedelijke kracht opbrengen zullen om die vernietigingswapenen, om die niet te gebruiken.
Het is tot dusver altijd nog zo gegaan. Wanneer volken, wanneer die bepaalde wapens ontwikkeld hebben, dan hebben ze ze ook steeds gebruikt. Maar volgens uw oordeel is het onvermijdelijk. Ze worden gebruikt en zo komen we tot de volleinding. Met de tijd, ja. Daar komt een moment dat ze onherroepelijk gebruikt zullen worden. Ja. En zullen we dan nu weer even kijken aan de andere kant waar ik nog over die geschiedenis van de wereld in het tegeltableau een bepaalde opbouw heb om die ontwikkelingen dan ook nader te bezien. Goed. Dus nu moet ik hier... Wel nu, mijn heren, dit is eigenlijk dat tableau dat ik gemaakt heb voor enkele jaren terug, uit oude tegels samengesteld. En die in de benedenste helft een beeld geeft van de wereldgeschiedenis vanuit de schepping. En verderop de heilsgeschiedenis zoals die aan de hand van de openbaring in de Bijbel wordt ontwikkeld. Dan grijpt dat eerst verder terug op drie zonnen. Dat is hier de drie enige God bedoeld, die de aarde geschapen heeft. En de aarde is het getal vier. Daar heb je het dode stof, het plantenrijk, de dieren en de mens. U hebt ook de vier winden van de wereld. Hè? Dat is het getal vier. En de hoogste orde is die van de mens, dat is de kroon van de schepping, en die wordt in de Bijbel ook gesymboliseerd met de wijnranken. En die heeft de opdracht, deze mens, om zich te vermenigvuldigen over de aarde naar de vier winden van de wereld. Zo was het. Zo hebben de mensen vandaag allemaal torens en kastelen gebouwd, dat zijn de verzekering. Ze zijn verzekerd vandaag van de wieg tot het graf. Maar sterven moeten ze. Kijk, en nu heeft God een verbond met Abraham gemaakt. En dat verbond met Abraham, daar geeft hij hem vier beloften. In de eerste plaats het land Kanaan tot de eeuwige bezit. De afval die er komen zal in de wereld. Die afval, die zou ook een massa mensen tot het verderf voeren en een grote verdrukking onder de mensen teweeg brengen. En daar heb je er ook een van die gedrochten. En hier is weer zo'n gedrocht. Hè? En dan heb je hier... Waarom vindt u dat nou hier, een gedrocht? Hier foto's, hè, meneer Schuur, waarin die oude en de nieuwe tijd... Hè, meneer Schuurman, waarom vindt u dat een gedrocht? Nou, dat vind ik een verbastering. Dat, hier is de mens zozeer natuurmens geworden. Hè? Dat hij nou eigenlijk gezegd helemaal niet meer toonbaar is. Dat is eigenlijk het beeld dat de mens al meer en meer vertoont tegen de eindtijd van de wereld. U vindt niet dat de mens in de natuur één moet worden? Nee, ze zijn allemaal, alle grote culturen zijn te gronden gegaan in zedeloosheid. Wanneer ze de normen verliezen die voor de mens als beelddrager van God zijn gegeven, dan gaat een cultuur te gronden. Het kan wel een tijd duren, maar ze gaan te gronden. Kijk, en nou is dat hier uitgebeeld, deze tekeningen. Deze prenten die moeten eigenlijk op een apart deurtje hierachter komen. Hè? Dat wanneer ik dat loslaat, dat het te zien is. Hier zijn nou de laatste vier geslachten. De vier geslachten uit de laatste eeuw uitgebeeld. En dit is de wijnrank. En dat is de levensboom van het menselijk geslacht. In die gele naald is uitgedrukt de strijd tussen God en Satan en goed en kwaad en licht en duister. En nu komt er een moment dat wat Paulus zegt, de verborgenheid der ongerechtigheid gevrucht is. Nou, en nu komt hier deze klok
En deze klok, die is even buiten werking, maar die klok bedoelt hier dus te zijn de telstar die de tijden van de wereld aftelt. En aan die klok, hier aan de kant, hier, daar moet nou nog komen de engelen met de bazuin en de engelen met de violen. Aan de andere kant en daarbovenop die klok, achter dus die wijndruiven die bovenop die klok staan, moet komen de ruiter op het witte paard, wiens kleed met bloed geverfd is en die de sikkel voert. Dan is dit compleet. Word je daar niet erg gauw dronken van? Nou, de planten zijn klein, dus het zal niet zoveel uitmaken, dacht ik hoor. Kunnen we hier wel eens even neerzetten. En smaakt het dat bokkenpootje goed? Ja. Oh, ja, ja. Ik heb het zo vol. Frans, is het wel? Ja. Even wachten, even een dronk uitdoen. Zo, even een dronk. Want anders krijg je dat op die revers. Zal er niet echt te hard aanstoken, nee. Mijn heren. Proost. We zullen allemaal de gezelligheid laten prevaleren boven andere. We zullen het volledig maar even vergeten. De ernstige dingen die wij hier achter de rug hebben. Ja, ja, ja. Wij zullen hopen dat wij nog in onze dagen vrede en rust mogen houden. Hè? Dat is zeer belangrijk. Ja. Terwijl de mannen op gepaste wijze een deel van onze bevolking aan de maatschappij onttrekken, spelen hun vrouwen vrij spel. Een onbewaakt ogenblik in de besloten gemeenschap van Veenhuizen. Veenhuizen, een afgesloten gebied van 3 bij 10 kilometer. Er wonen ongeveer 1000 mensen. Ben je ook in een clubje als je 40 bent? Nee. Ja, gisteren was er al meer rol. Staan er genoeg kappen of zijn dat zoveel? Nou, ik weet er niks van. Dat is hier gezellig, vroeger. Nou niet meer. Nou, vroeger was het veel meer nog een gemeenschap, hè, met elkaar. Er komen nu, vroeger veranderde het niet veel. De mensen die bleven hier constant wonen. Maar de laatste jaren is er een echte verandering, hè? Oh, dat was niet erg. Er kunnen bij mij ook wel andere mensen komen wonen, is alleen... Zijn ze daarmee bezig, of niet? Er wordt wel over gepraat, maar ik geloof niet dat het direct lukt. Maar van u hoeft het niet? Ja, mag van mij wel. Ik dacht dat het dus de gemeenschap wel te goede kwam. Dat je dus gewoon een beetje meer verschillende mensen krijgt. En het is ook zo, als je hier je werk gedaan hebt, dan moet je hier verhuizen. Dus dit is een plicht? Ja, je mag hier niet blijven wonen. En kan er in de toekomst ook geen verandering in komen? Ja. Daar zijn ze wel over bezig, maar ik zie het nog niet zitten, hoor. Als jij zegt, nou, het is nogal gesloten, hè? Want wij moesten dan toestemming hebben om hier te komen. Maar toen hij hier nog wel woonde. En hoe ging dat met bezoek dan, als je bezoek wilde hebben van kennis? Nou, die mogen hier gerust komen. Ja. Maar als ze aangehouden worden, dan moeten ze wel een doel hebben waar ze naartoe gaan. Ja, ja. Het zijn gewone mensen, net als ergens anders. Het is helemaal geen een paar slag. Het zijn gewoon leuke mensen met elkaar. Maar verveelt u niet om van uw man en van andere vrouwen steeds maar over justitiezaken te horen? Oh nee, mijn man die praat er nooit over hoor. Dat zijn twee, ja, hij praat er wel eens over, maar het is niet zo dat we nou zeggen van we zitten de hele dag daarover te... Nee hoor, echt niet. Er zijn meer dingen in de wereld. Zoals? Wat voor dingen? Nou, een bibliotheek en een verenigingsleven en ja, hobby's, lezen, handwerken, naaien, tuinieren.
De meeste van de mannen zijn ambtenaren van justitie, landbouw en defensie. Er is hier capaciteit voor ruim 450 mannelijke gedetineerden. Op de oude huizen van het gesticht, fraaie namen. Inspirerend voor de gedetineerde die wacht op de dag dat de arbeid hem weer vrij maakt. Deze heet toewijding. Ja, dan breng, hier heeft vroeger de hoofdverpleger in gewoond, die hier bij het hospitaal was. En dat was, die kreeg de toepassing naam van toewijding. Hiernaast was de apotheek en de aptekerassistent woonde daar. En dat heeft de naam van bitter en zoet. Hiernaast, die andere woning, daar moest ook controle op zijn natuurlijk. En die woning die heet controle. Nu zijn er ook gedetineerden in, licht gestraft, gedetineerden zijn erin. Dat is jaren als hospitaal in gebruik geweest. Jaren. Het jaartal staat erop in Romeinse cijfers. Iets aparts, ik kan het niet lezen, dus bekijk het maar. Kan je de opname maken, jongens? Er overleden natuurlijk ook wel eens een patiënt. Ja. Waar ging die heen? Van vroeger hier drie gestichten. Veenhuizen 1, Veenhuizen 2 en Veenhuizen 3. Dat is nu. Nolgerhaven was vroeger Veenhuizen 1. Esterheen was Veenhuizen 2. Wat nu Bergveen is van huizen 3. En dan hadden de verpleegden hadden nog een gesticht. Het vierde gesticht, zeiden ze. En dat was het kerkhof, dat was het laatste. En voordat ze naar het vierde gesticht gingen, dan werden ze daar opgebaard. Waar komen jullie vandaan? Waar zijn jullie naartoe geweest? Waar kom je vandaan? Van school. En worden jullie dan met de bus naar huis gebracht? Ja. Ja? Vind je dat wel leuk? Ja. Ja? Het is hier een prachtige natuur, dat ziet u wel, bos, hei en alles, maar hier heet het dan Bankenbos. Bankenbos, wel bekend in heel Nederland, glaasje op laat je rijden. Meer wil ik daar ook niet van zeggen, het is iedereen wel bekend. Het is zo dat de straf begint meestal... Nadat men uit de gevangenis komt, hè, want de maatschappij die straft. Och, het gaat gemoedelijk met elkaar om. Natuurlijk, de regels die mogen gehandhaafd blijven en er moet orde en regelmaat zijn. Maar het is natuurlijk wel zo, deze mensen die kunnen de maatschappij niet in, dat beslist u en ik niet. Nee. Maar door de behandeling die ze krijgen in een gesticht, dan hoeft men ze nog niet weer te straffen. Zo was het vroeger vaak ook nog. Het is zo, de wet zegt... Alleen uit de maatschappij nemen, maar niet verder. Dus er wordt niet gestraft van gezegd over dit en dat moet gebeuren met hun. Je moet ze alleen weer de maatschappij inbrengen. Dat ze in de maatschappij kunnen functioneren. Maar de buitenwereld staat er zo sceptisch tegenover. Die accepteert ze niet. Met zware jongens, leuke jongens. Ik draag geen een zwart hart toe, eerlijk niet. Maar als ze terugkomen in de maatschappij, als iemand in de gevangenis gezeten hebt, ga maar bij slachter, wil u mijn dienst hebben? Ja,
En zo is de maatschappij buiten ook. De maatschappij die gaat al selecteren. Die gaat iedereen in een vakje zetten. Hij heeft gezeten. Hij heeft zo lang een straf gehad. Hij heeft op Bankenbos gezeten. Hij heeft op Norgerhaven gezeten. Ik moet die man niet hebben, want ik kan wel anderen krijgen. Maar iedereen in Nederland die schreeuwt van... Oh, heb jij gezeten? Nee, ik moet jou niet. Zo zeggen ze het niet. Zeiden ze het maar. U krijgt wel bericht van ons. He? We zullen nog eens zien. Langs het kanaal kun je alle kanten uit. Friesland, Drenthe. Maar je kunt er ook aan wonen. Zoals de oom van onze assistenten. Een praatje over vroeger. Over dit en dat enzovoorts enzovoorts. Hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het? Nou, best. Ja? Ja, meneer hoor. Ja. Nou, eind. Het is koud vandaag. Ja, koud. Hartstikke koud, jong. We krijgen winter, jong. Nou nog? Ja, nee, het ligt erop. Ze zeggen altijd een... Een groene kerstdag en een witte paarsen. Maar het ligt er al op. Zal ik even passeren, jongens, want ik moet nog een klein beetje doen. Oh ja? Ja, je praat nog maar even. Alweer nog druk. Ik maar. Ja. Zo, nou is het maar even. Maar ja, dat was allemaal met water. Maar ja, doe maar. Daar rijdt toen. Maar dat heb je nog niet meer. Toen ging het ook wel wat anders. Ja, zeker ging toen anders. Wat vaart er nou nog? Nou, praktisch niks. En kunstmijnschip en zandschepen. Hoe ging dat vroeger met die paarden dan? Nou, trekken aan de lijn. Hoe deden ze dat? Doe er eens in voor. Hoe deden ze dat? Nou, doe er eens in voor. Als nu een schip, hè. Dan schepen een lijn en paard ervoor. Nou, en dan maar jagen. Nou, ja. En dan naar Uffende, Meppel. Dat hij toen. Want hij naar toen rekenen en nou, ja. Maar ja, goed, er was niks in de weg hoor, toen. Dat deed altijd met plezier. Ja, altijd vroeg op en laat thuis. Ja, het was soms wel 11 uur dat je weer thuis kwam. Ja, en zo had het. Maar ja, toen wouden we er allemaal doorschallen en nog eens doorschallen. Ja, enzovoort, enzovoort. Maar ja, toen was het anders dan nou. Toen kreeg je ook geen ondersteuning of dit of dat. Toen moest je maar redden. Toen sabbelde je ervoor om een boterham te verdienen. Ja. Maar zoals nou, komt niet zo krek, want je houdt de hand op en dan binnen zonder klappen. Ja. Dus, klaar? Zit er weer op voor vandaag. Mijl op 7 van hot naar her. Van noord naar zuid. Over 4 weken gaan we naar een ander stukje Nederland. En België ook. De grens in het diepe zuiden van Limburg. Weet u mensen die we echt op moeten zoeken in het zuiden van Limburg en de voerstreek? Laat het ons dan snel weten. Mijl op 7, KRO Hilversum. Tot 26 april. Nou, tjus dan.